Bij jeugdzorg gaat het erom dat veel meer werk wordt gemaakt van preventie. Voorkomen dat jongeren ontsporen, zodat de gespecialiseerde jeugdzorg niet eraan te pas hoeft te komen. Ook dit een appel op ons aller verantwoordelijkheid. En in dit verband wil ik ook wel een zorg met u delen. Onlangs kwam in het nieuws dat het aantal zelfdodingen in Nederland behoorlijk toeneemt. Afgelopen jaar hebben in onze gemeente 4 jongeren zichzelf van het leven beroofd. Schokkend, toch? Het toont misschien even een slokje water. Mag ik zeggen. Aanpassing van bestemmingsplan is in procedure. Wel is de leefbaarheid van het dorp Hattemerbroek daarbij een belangrijk aandachtspunt en zeg maar een uitgangspunt. Maar het punt dat ik wil maken is dat we moeten stoppen met denken in doemscenario's. Er liggen kansen en daar moeten we met elkaar voor gaan. Ook hier geldt schouder aan schouder. Dan is er echt zicht op nieuwe banen. Het gaat niet alleen om het financieel verlies wat genomen moet worden. Het gaat ook om werkgelegenheid. De discussie moet niet alleen financieel gevoerd worden, het gaat ook om perspectief voor mensen, om werkgelegenheid. Neem u nog even mee naar het begrip participatiesamenleving. Door kabinet Rutte geïntroduceerd als opvolger van de klassieke verzorgingsstaat. Het is een misvatting dat de verzorgingsstaat nu helemaal wordt afgeschaft. Dat is niet zo. De verzorgingsstaat blijft een belangrijke basis onder ons bestaan als samenleving. Maar we hebben de participatiesamenleving wel nodig, omdat de verzorgingsstaat alleen maar kan blijven bestaan als we als burgers betrokken zijn en hun onderlinge onverschilligheid laten varen. We hebben elkaar nodig, we hebben elkaar keihard nodig. Het is nodig om in het samenleven echt schouder aan schouder te staan. Noodzakelijk zelfs. Dat klinkt plichtmatig, maar goed beschouwd is het sociaal gezien vooral mooi en verrijkend. Zoals ouder gezegd dat zo mooi onder woorden konden brengen. Bijvoorbeeld, het is beter te geven dan te ontvangen. Of, wie goed doet, goed ontmoet. Of, dan toch maar wat meer hedendaags gezegd, delen is het nieuwe hebben. Het gaat om Sophie van Os. En zij woont met haar ouders aan de Eikhof 5 in Oosterwolde. En ik hoopte dat er nu een foto zou verschijnen. Want ik kan u vertellen dat zij is geboren op eerste kerstdag. Dat is ook een mooie dag natuurlijk om geboren te worden. Maar vanmiddag ben ik daar op bezoek geweest omdat ik haar welkom mocht heten als de 23.000ste inwoner van Oosterwolde. ...23.000 inwoners stelt onze gemeente nu. En zo is er in Oosterwolde historie geschreven. Dank u wel.
We staan schouder aan schouder, even opzij. Die blik in jouw ogen zegt alles voor mij. De wereld ligt open, kansen genoeg. Wie bang is of fouten, doet het nooit goed. Aan te leggen voor de basisschool hier in Oosterwolde. Dat is met heel een groot feestelijk gebeuren is dat ook geopend, zodat er wat meer veiligheid voor de kinderen is. Dan hebben we nog cultureel nazomer. Nou, wat dat inhoudt, dat is ontzettend leuk. Dat wordt meestal in oktober gehouden. En daar proberen wij kunstenaars een podium te bieden. En dan bedoel ik de kunstenaars in het algemeen die hier in Oosterwolde en omgeving wonen. Ja, nou sta ik naast Bert Wiegelsen. Bert, dan mag ik jou een keer interviewen. Ja, dat gebeurt niet vaak. Nee, hè? Dat gebeurt echt niet. Nee. Oorkonde? Ja. Nou, wat ging er door je heen? Toen je naam hoorde. Nou, ik zal je eerlijk vertellen, Nia. Ik geef mijn ogen altijd een klein beetje de kost. En ik stond dus vlak bij mijn zoon Matthias en ik kijk zo het kringetje rond. En ik zie daar Kobi staan. En ik zie daar mijn schoonzoon staan. En ik zie daar Judith staan. Toen dacht ik van, dit is geen zuivere koffie. Hier gaat wat gebeuren. Dus toen dacht ik van, ik laat het maar over me heen komen. Ik zie wel wat er gaat komen. Dus toen dacht ik van, nou, ik ben benieuwd wat voor sterke argumenten ze uit de kast halen om mij op het podium te krijgen. Nou ja, en toen de burgemeester al zei van, hij heeft mij onthaald toen ik hier binnenkwam. Toen dacht ik, ja, dat is... Dat was ik. Ja, maar ik kon precies tussen de mensen door, kon ik jouw gezicht zien. Dus ik was een beetje aan het kijken. Ja. En je veerde toch iets op van, het is toch heel leuk? Ja, het is ook leuk. Maar goed, aan de andere kant, en dat heb ik ook tegen de burgemeester gezegd, er zijn zoveel anderen die ook heel wat doen. Ja, maar nu gaat het om jou, hè? Dat weet ik wel. Maar er zijn ook heel veel anderen die ook... vrijwilligerswerk doen en die helemaal, want je hebt dan eigenlijk zoveel penningen nodig voor de hele gemeenschap, daar heb je eigenlijk niet genoeg aan. Ja. Want we hebben heel veel vrijwilligers. Ja. En we vinden het gewoon heel erg leuk. Het is ook een leuke waardering, maar aan de andere kant, ik vind ook de mensen die dus
niks krijgen, vind ik ook gewaardeerd moeten worden. Maar misschien komen die nog aan de beurt. We gaan nu om jou. Oh ja, dat ja, ja. Ik ben altijd Oldebroek voor elkaar, hè? Oldebroek, schouder aan schouder. Ja, nou, ik vind dat jij hem verdient. Je doet heel veel. Okay. En terecht. En die anderen komen vast nog een keer aan de beurt. Maar nou, even, een prangende vraag. Ik ben het even kwijt. Goede voornemens. Goede voornemens? Nou, ik zal je dus vertellen dat ik geen goede voornemens maak. Want dan komt er na 5 januari komt er niks meer van terecht. Nee. Dus wat dat betreft dan zou ik maar gewoon zeggen van leef maar gewoon, doe maar gewoon. Dan kom je het beste. En kijk eens een keer om je heen en kijk eens naar de buren. En heb oog voor elkaar, dat is veel belangrijker. Nou, lijkt me een hele mooie afsluiter. Dankjewel en nog een hele fijne avond. Ja, jij ook. En succes met de interview samen met Aart. Dankjewel. Oké, dankjewel. Ik sta hier bij Tijmen Klos, team hè? Tijmen Tiempie. Ja. Ik heb je toch anders leren kennen, ja. Je bent hier vanavond naartoe gelokt, vertelde je net. Ja, door mijn zusje. Die zei in het weekend, wat ga je maandagavond doen? Ik zei nou, maandagavond gaan we van de put weer aan de oude trekkers knooien naar een vergadering. Nee, dat mocht ik niet. Ik moest bij haar komen, want ze had een klusje in huis. Ik zei nou, is goed. Maar ik moest wel goede kleren aandoen. Dat had je niet zoiets van? Nou, ik niks. Ik denk dat het zal wel goed wezen. En toen kom ik daar. Nou, ze trekt de jas aan. De dochter ook mee, de man mee. Nou, kom maar. Nou, toen lopen we hier naar de heer toe. En de heer wel bekend. Denk ik, hey, nog geen lampje gaan branden. Dan zie ik er van Wermes lopen. Vrijwilligers. En denk ik, oeps. Ik denk, oh, dit is niet goed. En dan wordt je naam afgeroepen? Ja, en de burgemeester die vroeg wie als ik was. Ik zei, nou, ik ben de klos. Oh, dus zo. Ja, vandaar dat hij dat zei van ja, Tijmen is de klos. Dus, nou ja, toen kwam het dan naar voren, een vrijwilliger die dan veel bij de ATB-baan helpt en doet. Ja, toen kon het niet meer mis. Dus, maar het is heel leuk. Ook namens de firma, dat Cor en Wilfred hier was. Nou ja, die weten het zelf ook wel. Daar hebben we altijd veel met de jongens omgegaan, ook in het werk. Maar het is gewoon leuk om te doen. Ja, en een leuke waardering, hè? Ja, zeker weten. Want ik ben er nu volgens mij 31 jaar, loop ik daar over de vloer heen. De hele tijd. En ga je nog 31 jaar door? Of? Ik hoop het van wel. Bij gezond en wel. Dan ga je gewoon door, ja. Nou, ook even de vraag voor jou. Het is de nieuwjaarsreceptie. Heb je nog goede voornemens? Ja, natuurlijk veel... Veel vrijwilligerswerk doen met veel liefde en plezier. Lijkt me een hele mooie afsluiter. Ik wens je heel veel succes. Vanavond een hele fijne avond en geniet ervan. Ja, dank je bij deze. Ik sta hier naast Jan Tervelde. En vanavond ook de erepenning ontvangen. Jij wist ook nergens vanaf. De eerste reactie hartstikke mooi. Ja, eerst, ja? Ja, dat ik was niet helemaal onverwacht. Want de jongens waren een beetje te fel om hier naartoe te gaan. Normaal gaan we nooit naar... nieuwjaarsreceptie of zo van de gemeente. En ze zeiden, ja, maar het is nou in Oosterwolde en het is van de vereniging hebben we bericht gehad. Je krijgt gelegenheid om met de burgemeester te praten als vereniging en zo. En daarom gaan we er naartoe. Maar, toen we beginnen bij jou en een lichtje branden. Ging bij mij wel een lichtje branden. Ja, dat misschien... was onder de vereniging zelf, dat ik 40 jaar er was, hadden ze maar iets aangeboden. Dus dat was ook mooi, een schaats op een sokkeltje en zo. Dat, ja, en dat was hartstikke leuk. Dus daar ging wel een lichtje branden van, nou ja, daar zit meer aan. Ja, het is natuurlijk heel mooi, hè, zo lang. Dat op papier stond van de site en zo, dat er erepenningen uitgereikt worden. Dus ik zei, oh, daar hebben ze mij voor nodig, de keer. Maar ondanks alles vind ik het hartstikke leuk. Ja, mooi, want daar sta je daar in het publiek en dan hoor je je naam noemen. Ja. En ondanks dat je het verwacht, dan zal toch wel even een... Mijn huppeltje van binnen of viel dat mee? Nee, dat viel mee. Maar wat me een geweldige verrassing was, dat de kinderen hier waren en de kleinkinderen. Ja, die mochten naar voren komen, hè? Ja, maar dat je daar naar voren moet komen. En die had hier van 7:30 af al in de zaal geweest, zonder dat ik er erg in had. Die had het helemaal niet gezien? Die had ik niet gezien. Die hebben hier voor in de hoek gestaan en we stonden achter in de hand. Ik sta hier naast Bertus Rechterschot. En Bertus, jij werd vanavond op het podium geroepen voor een erepenning in ontvangst te nemen. Ja. Wist je wel ergens vanaf? Nee, ja, totaal niet. Nee. Ik ben hier omdat ik in Dorpsbelang zit. En dat is de reden dat ik hier vraag. En ook dat het in Oosterwolde was. Want in de laatste jaren ben ik eigenlijk helemaal niet meer geweest op die receptie. Nee, en dan sta je tussen en dan hoor je je naam in één keer roepen. Ja, dat was wel buitengewoon merkwaardig, moet ik zeggen. Ja. Ja, je stond een beetje verdekt opgesteld achter hun. Ja, met de hele groep van Dorpsbelang. Ja, dat klopt. Ja. Wat ging er door je heen?
Nou, ik schrok eigenlijk wel een beetje, want ik heb daar eigenlijk natuurlijk nog nooit geen seconde over nagedacht, want alles wat je doet, dat doe je. En dat vind ik eigenlijk de normaalste zaak van de wereld, eerlijk gezegd. En ik heb daar nog nooit bij nagedacht of dat ergens waard is voor een eerder penning of weet ik veel, voor wat voor onderscheiding. Nee, wat vind jij zo mooi in wat je doet? Nou, dat zit vooral in de veelzijdigheid. Ik ben betrokken, wat mij het meest aan het hart ligt is David hier, de Christelijke Muziekvereniging. Daar speel ik mijn hele leven al bij. En daar heb ik heel lang in bestuur gezeten, ook heel lang voorzitter geweest. Dat is een fantastische club, een prachtig orkest. Daar ben ik wel trots op, ja. En de laatste 10 jaar ben ik redelijk actief in de kunst. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Volgens mij vindt u heel veel mooi. Wat zeg je? Volgens mij vindt u heel veel mooi. Of ja, de belangstelling is wel heel erg breed, ja. Ja, en nog jaren door? Of? Nou, als dat mij ligt wel, ja. Ik ga nog wel met die muziek zeker nog jaren door, met dat schilder ook. En met dorpsbelang denk ik ook wel, want we hebben een leuke club. We zijn zeer actief hier. En Nana, dat is de voorzitter, dat is een van mijn beste vrienden. Ja. Die ken ik ook mijn hele leven al. Dus dat is ook leuk. Ja. Nou, één prangende vraag, hè. Het is nog nieuwjaarsreceptie. Goeie voornemens? Voor dit jaar? Ja, die heb ik nooit, goede voornemens, maar vanmorgen moest ik weer werken voor het eerst en ik moet vaak heel ver weg. Ik moest vanmorgen naar Sassheim in de buurt van Den Haag en ik heb me voorgenomen als ik daar, en dan moet ik regelmatig in, als ik daar weer naartoe moet, dat ik een half uur eerder weg ga, omdat ik dan niet zo lang in de file hoef te staan. En zou dat ook gebeuren of blijven we goede voornemens? Nee, dat ga ik echt doen. Dat ga ik echt doen. Dat is vastgelegd, dus we kunnen controleren. Dankjewel. Bedankt en nog een hele plezierige avond verder. Dankjewel voor dit interview. Oké, dank je. Je moet even wachten mee dan. Ja, goed. Ja? Goed. Ja, dat was een goede toespraak. Schouder aan schouder, mooie. Ja, dat is toch wel belangrijk dat we z'n allen toch er wat van proberen te maken. Ja. En er komt toch wel mystisme taak op de grote schouders van de gemeente, dat hoor je dan wel. En dat is toch wel een zware last voor ze, want het zal ze denk ik niet meevallen. Ja, en je ziet ook wel dat de verenigingsleven dat moet steeds meer dingen zelf doen. Ja, ja. En het is gezellig hier. Het is hier wel gezellig. En lawaaiig. Ja, iets. Ja. Nou, denk je dan weer voor je goede voornemens? Nou, kom ik volgend jaar weer bij je terug, goed? Is goed. Ja? Hey, oké, bedankt. Marlijn. Ik hoef volgend jaar niet meer te komen. Betrapt. Ik kom hier toch niet meer hier. Ja, gemeen hè. Volgend jaar gaan we naar Wezep. Oké. Oké, ik vind het prima, ja. Nou. Je wordt niet wijzer hoor. Goeie voornemens? Ja? Ja. Nou, welke? Mogen we het weten? Nou, ik ga een beetje aan de lijn doen. Aan de lijn? Ja. Is dat nodig? Maar oh, dat hoor je niet vaak bij mannen. Is het nodig? Nou, ik word wel een beetje dik. Een beetje is niet zo erg. Nee, wel een beetje te veel. En wat ga je dan doen? Hardlopen? Ik moet ergens sporten, maar ik zit de hele dag in de auto te rijden. Ik ben uitvoerder bij ver, maar dat wordt niet wat. Nee. Dus ik moet dan een beetje gaan sporten denken, maar wat weet ik nog niet. Wat weet je nog niet? Nee. Ja, ik zou ze schaatsen, maar dat wil ook niet naar. Nee, dat doet niet wat. Nee, de schaatsen lijkt me niet. Hoeveel moet eraf? Nou, toch een kilootje of 10. Best wel. Ja, ik zeg niks. Het is een zware strijd. Ik kom volgens jou even controleren. Geen weegschaal bij ons, anders dan... Hey, beste wensen en een fijne avond. Hetzelfde, dankjewel. Nou ja, veel gezondheid natuurlijk uiteraard. Voor iedereen. Ja. En vooral voor onszelf, voor de stichting. Maar welke stichting zijn jullie? Stichting Circuit Oldebroek. Hoe zeg je? Stichting Circuit Oldebroek. Ja, Circuit Oldebroek. Heel sportief allemaal. Ja. Ja, dus goede voornemens, veel sporten. Nou, allemaal goed, veel succes in het komende jaar. Gezondheid natuurlijk, dat alles goed mag gaan. Ja. En, ja, er zijn geen goede voornemens, hè? Jawel. Ja, zijn er goede voornemens? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Je rookt niet, je... Dat is allemaal niet... Ja, dat zeg ik elk jaar, maar doe ik toch elk weer. Dat maakt niet uit. Ja. Nou, ik zou zeggen succes en fijne avond. Ik probeer je collega's zo even... Die heb ik niet. Hij die niet, waarom niet? Ik vind het goed zo. Ja, de meeste goede voornemens die sneuvelen eind januari weer, dus loop me niet aan mee. Zo zwakke smoes, nee. Nee, dat is echt waar. Dat is bij de meeste mensen zo. Dus heb je het al geprobeerd? Of? Ook niet. Ook niet? Nee. Ja, wat moet er met jou? Ja, niks. Nee. Niks is het beste. Je goede voornemens zijn om geen goede voornemens te nemen. Ja. Blauw zomer doen. Ja. Ja. Ja, pak ik je mooi voor je op, hè? Ja, hè? Hey, fijne avond. Zelfde. Goedenavond. Hallo. Ja, nee, jullie allebei. Ja,
Ik onderbreek jullie even. Goede voornemens, zijn die er nog? Nee, we hebben niet echt goede voornemens, maar... Waarom niet? Maar is niet nodig. We zijn gewoon goed bezig. Dat is een hele mooie. Ook goede voornemens? Nou, veel sporten. Veel sporten. Goed bewegen. Dat is heel belangrijk, denk ik. Dus dat is een beetje een tijd in de gaten houden. Wat vond u van de toespraak vanavond? Schouder aan schouder? Ik voelde niet dat de zaal echt erin meeging. Maar u miste wat bij het... miste wat. Ik weet niet hoe dat kwam. De burgemeester miste ook wat, begreep ik. Want hij had verwacht dat iedereen mee zou doen. Oh, met het nummer, met het zingen. Ja, inderdaad. Ja. Dus ik denk van ja... Ik heb niet het gevoel gehad van... We doen het samen vanavond. Jij wel? Nee, dat niet. Maar... Nee. Maar en ook... Ja, het is gewoon heel moeilijk om vrijwilligers te vinden, zeg maar, om schouder aan schouder ergens voor te gaan. Het is gewoon heel lastig om vrijwilligers te vinden. Ja, nog steeds, hè? Ja. Ja. Dus, Nou, we zullen zien hoe het voor het jaar gaat. In ieder geval een fijne avond. En,